Hallo allemaal, welkom bij deze video. Um, een keertje wat anders, want we gaan kijken naar een partij uit het verleden, oftewel het pre-computertijdperk. Een partij tussen Adobias en Podgorny in 1952, ik ken de namen verder niet. En um, misschien vraag je je af waarom zouden we nou kijken naar een partij van zo lang geleden, of misschien wel dus het pre-computertijdperk. Nou, ik ben er zelf wel fan van en ik gebruik het ook graag uh, als instructiemateriaal met uh, trainingen met mijn leerlingen. Um, Waarom? Nou ja, in die tijd was er sowieso nog wat minder theorie bekend. Dus er werd meer um, ja, geschaakt. En soms werden er dus ook wat meer fouten gemaakt in de opening, die vervolgens afgestraft werden. Dus je leert meer van ja, hoe het spel begon en wat voor fouten er werden gemaakt in die tijd. En er werd heel thematisch gespeeld. Dus er, waren bepaalde, um, er was een bepaald begrip van, van het spel, bepaalde thema's die werden uitgevoerd. En dat werd dan heel systematisch gedaan. En daar kan je dus ook van leren. En uh, tegelijkertijd was het ook een tikje minder raar. En daar bedoel ik mee dat naast dat ze tegenwoordig. De top grootmeester is echt enorm veel theorie kennen, weet ze ook veel meer over verdedigen of over rare manoeuvres. Waardoor uh, in sommige stellingen die in het verleden als slecht of verloren werden beschouwd, dat je die tegenwoordig gewoon kan spelen. Omdat je leert van de computer, van, kijk ik kan ook een paar rare zetten doen en dan kan ik het houden. En voor uh, amateurs, of als je aan het leren bent met schaken of ook gewoon hogere amateurs zoals ik, dan is het best lastig om daar dan nog... Um, van Te leren, want je weet niet zo goed van waarom mag hij nu deze rare zet wel doen en wanneer mag hij dat niet doen. En in, nou ja, in die oudere partijen kan je er dus meer van leren. Nog even tussendoor, als ik overigens een beetje verkouden overkom, dat ben ik ook, maar ik hoop dat jullie me verder wel gewoon goed kunnen volgen. Um, nou ja, wat gaan we dus in deze partij zien? Um, zoals jullie misschien wel weten van mijn kanaal, ik laat graag partijen zien met wat meer aanval. Um, dus ook deze partij kent een Koningsaanval. En uh, het mooie van deze partij is dat het heel thematisch is dat je, je ziet eigenlijk een hele snelle aanval opbouwen en er worden heel veel tempo's gewonnen door wit omdat zwart een aantal keer toch een fout maakt. Um... En uh, vervolgens wordt het natuurlijk afgerond met offers en dat maakt het extra mooi, zo'n partij. Nou, laten we gewoon vooral de partij induiken en af en toe zal ik even weer stilstaan bij wat we nou echt zien. Um, we beginnen met het Frans en vanuit het Frans wordt er hier de Rubenstein variant gespeeld. Dat is al zo'n geslagen op E4. Hij is niet super populair, maar er is recentelijk wel volgens mij een boek uitgekomen die ook deze variant behandelt voor zwart. Dus misschien dat je dit met wit wel een paar keer vaker tegen gaat komen. Nou, paard D7 is een van de hoofdvarianten. Het idee is dat je je paard zometeen op F6 kan zetten en dat hij dan gedekt staat door het paard, waardoor je terug kan slaan. En um, zoals je misschien ziet, zwart heeft... Uh, wat minder centrum, wit heeft een centrum pion zwart heeft alleen een pion die naar het centrum kijkt maar zwart hoopt door uh, enerzijds druk te kunnen geven op de d-pion soms met c5 als breekzet erbij en anderzijds met de loper op deze diagonaal hoopt zwart daarmee uh, ja, druk te zetten op dat centrum, dus je geeft een pion weg maar doet met de activiteit ervoor terug alleen de zwart speler die speelt niet echt de optimale zet hier in deze variant, loper e7 is eigenlijk een beetje een zet die je liever niet eerst wil doen je wil eerst verder gaan met paard of 6, je wil eigenlijk of kiezen voor meteen uh, c5 of meteen b6, maar loper e7 een beetje een een mix variant, treuzel variant om het zo maar te zeggen. Hij is net niet helemaal de juiste volgorde. En wit zet heel thematisch hier de stukken neer. En het is goed om eventjes hier te kijken naar, naar, naar die stelling. Want als je dus naar dit soort oudere partijen kijkt. Dan zie je dus wat, wat standaard manieren zijn om je stukken neer te zetten. En dit is echt zo'n standaard manier. Hier leer je heel veel, veel van. Dit kan je in heel veel varianten en openingen spelen. Je hebt één centrum pion. Tegenover dus een niet centrum pion van je tegenstander. En vervolgens zet dus, staan de stukken er zo omheen. Dus je ziet hier heel mooi dat vierkantje op de witte velden de stukken staan. En de zwart die maakt hier eigenlijk een fout, want hij slaat op e4. Dat is in principe een thematische zet voor deze um, opening, alleen niet op dit moment. Want nu zie je dat de dame in de loper richting die pion kijkt op h7. Nou is dat niet per se een ramp, maar als dat paard naar f6 gaat, waar zet je dan die dame neer? Die zet je op H4 neer. Dit is, dit is het ideale beeld voor wit. Dat die dame vanaf E2 zo in één keer heel mooi op H4 terecht kan komen. En op H4, ja, daar staat die dame dus echt ideaal. En zo'n ideale plek voor de dame. Onthoudt het dus ook goed dat, dat H4 een fijn plek is om aan te vallen tegen die koning die kort gerokkeerd is. Samen met de loper wordt er nu druk gegeven op H7. En je zit hier een beetje in een problematische situatie met zwart. Want um, dit paard mag niet weg, want dan ga je mat. Maar elke pionzet die je doet voor de koning is een verzwakking. Die mogelijk weer risico's met zich meebrengen. Dus zet H6, dan moet je meteen gaan kijken naar kan zwart of kan wit meteen gaan hakken op H6. En dat kan ook, want je hebt hier enorm veel druk tegen, die, tegen dat veld. En je nee, paard G5 komt erachteraan en je dreigt al allemaal matpatronen met je paard en loper en dame daar. Dus um, dit is een hele moeilijke stelling voor zwart. Nou, G6, dat zegt de computer dat dit kan, maar dit voelt heel onlogisch, want je verzwakt eigenlijk meteen de zwarte vel die hier om de koning heeft. Niet een zet die je graag speelt. Thematisch in dit soort stellingen zijn een zet als loper naar H6 gevolgd op paard G5 en kijken of je op een of andere mat kan zetten. Nou, de zwart speler die speelde eigenlijk een beetje onderkoeld, de zet w 6 Gewoon een rustige ontwikkelingsset of eigenlijk een zet om te kunnen ontwikkelen, maar het voegt niks toe aan de stelling en dus kan wit verder gaan. En wit wint hier een tempo. Wat bedoel ik ermee? Wit speelt loper g5. Dat is een gewone ontwikkelingszet, dus een zet die je wil doen, maar omdat het een dreiging in zich heeft, namelijk slaan op f6 gevolgd door slaan op h7, moet je tegenstander reageren. Dus wit stond al prettig, maar hier komt een zet waardoor je tegenstander weer moet reageren en dus niet zijn eigen plan kan volgen, niet zijn eigen ontwikkeling af kan maken. En dit is lastig hier voor zwart. Want wederom, als je dus de zet H6 doet, ja, dan, dan knik je een van de twee eraf. Overigens hebben we hier een andere standaard truc. Loop maar H6 is prima, maar loopmal F6, bijvoorbeeld loopmal F6, dame E4, dit is echt zo'n typische truc in deze opening met een ongedekte toren daar op A8. Onthoud deze truc goed, dit is ook zo'n standaard idee. Allemaal vanuit het Eigenlijk als je dus hè, als je naar het begin gaat, allemaal vanuit het idee dat je hier die stukken in dat vierkantje hebt gezet, daar is dus al gepositioneerd voor ja, eigenlijk de aanval over die witte velden. En dat zie je dus ook naar lopend g5. Eh, dat als bijvoorbeeld een zet als h6 zou komen, dat je kan slaan en dame e4. Um, dat is overigens ook zonder h6 als dus een zwart een andere nutteloze zet zou doen, zou dat een, een, een plan zijn. Um, zwart speelt g6. Nou, daar zie je alsnog. En nu zie je meteen dat deze velden zijn verzwakt. En het is weer goed om eventjes dan na te denken: van ja, wat, wat zie ik nou precies? Nou, die pionnenstructuur is verder verzwakt. En wit ontleent eigenlijk zijn plan om als vervolg uh, om daarmee verder te gaan. In principe kan wit heel veel goede dingen doen. Stukken centraliseren is goed, een paardcentrum inzetten is goed. Je kan zelfs een beetje gebruik maken van deze panning richting die loper, door je loop op e 4 te zetten en daar een beetje mee klieren. En dan paard E5 erachteraan en kijken of je daar de gaten in kan springen. De witspeler speler die kiest echter een heel praktisch plan en ik vind het een heel mooi en een leerzaam plan. Namelijk de c 4 En C4 lijkt op het oog gewoon een gewone ontwikkelingszet, Dat is de tegenstander van Spultrik Lopen B7. Hier komt in één keer de zet D5. En D5 is een, hele, is een, is een store zet. Het, het blokkeert deze loper, maar het dreigt ook hier de pionstructuur kapot te maken. En in hier bedoel ik het ook een beetje met het thematische. Um, Zo'n back in the days zou je dus eigenlijk niet echt overwegen om hier je pionstructuur kapot te laten gaan. Dus wat moet zwart doen? Zwart moet hier eigenlijk even zijn loper dekken. En als het dan wordt geslagen op, uh, op, op E6, dan gaat het hier wel kapot. Maar daartegenover kan je dan ook je eigen loper weer offeren. Nog iets wat je niet zo snel zou doen, want je mooie loper voor dat paard. En we krijgen hier een hele rare stelling. Overigens, ik sla hem automatisch terug, maar er staat hier een loper in. Dus ik heb waarschijnlijk even iets gemist. Oh ja. Ik heb zeker wat gemist. Je moet hier de aanval verder doorzetten richting H7 en F7. Dus slaan op F7 en slaan op F6. En dan krijg je hier met, zwart, met wit nog wat tegenspel. En dat is het hele idee van deze, van deze variant. Beetje chaotisch. Um, mijn punt eigenlijk wat ik wilde maken ging over die structuur. En er zat een hele tactische variant achter, wat dan ook wel weer grappig is. Um, als je hier terugslaat, dan uh, heb je een behoorlijk gat in je koningsstelling. En dat is, dat is lastig. Dus d5, het zet in ieder geval aardig wat problemen hier zo bij de koning van de tegenstander neer. En de zwartspeler die spot het idee niet helemaal, of vindt gewoon geen goed alternatief. Kan ook. Hij staat in ieder geval op d5. En wat is nou het idee van de zet d5 geweest? Misschien wil je hem best even stilzetten om eens te gaan bedenken, wat, wat zou wit nou hebben bedoeld met die zet d5? En waarom is ekd5 een fout? Denk er gerust even over na. Nou, het idee was dat de E-lijn open ging. Dus we hebben het weer over tempo's gehad. Die loper kwam met tempo op G5. En nu gaat er een toren met tempo naar E1. Waarom zit een tempo? Die toren die wil hakken op E7, omdat dan de verdediger van F6 wegvalt. Het is heel lastig, want die loper kan niet weg, want dan valt F6 ook. En dus eigenlijk zit zwart hier in één keer in een, in een lastig pakket. Um, je hebt geen echte tijd om nog te slaan op C4. Het kan wel, maar um, je wit kan kiezen tussen gewoon terugslaan en de dreiging vasthouden, maar ook een nieuwe toren erbij te krijgen. En wit kan waarschijnlijk zelfs gewoon slaan op E7, gevolgd door slaan op F6, omdat je dan met je dame en loper mat kan zetten op G7. Het ziet er erg lastig uit dit voor zwart. Nou, de zwart speler kiest wel een creatieve oplossing. Hij speelt H6. Met het idee dat je na tolmaal E7 eerst nog even op G5 kan slaan en die dame aan kan vallen. En na dame -mal H6 gaat het paard naar, eruit en wordt die penning opgelost. En zie je dat zwart terug kan springen. Maar ja, wel met een gat in de stelling. En dat gat in de stelling dat is natuurlijk alles behalve ideaal. Um, wit. Heeft hier nu weer druk. En dat arme paard is dus weer gebonden geworden aan die plek. We zien ook een andere verzwakking in de stelling, namelijk dat die hapel nu weg is, waardoor G6 iets minder sterk is. En dus. Deze structuur, daar ziet wit ook kansen mee. En je ziet dat ook in de witte zet. Wit speelt dame naar h6. En dit is een hele mooie thematische zet. Onthoud dit idee goed. Als je dame namelijk op h4 staat, dan moet je rekening houden met die zet paard h5 als een blokkadezet. En door je dame eerst eventjes op h6 te zetten, kan dit paard nooit meer naar h5 springen, want dan hebben we mat. Maar tegelijkertijd, behalve dat je dat voorkomt, dreig je soms te slaan op g6 met een gevaarlijke aanval. En wit's plan is heel simpel: toren e3, toren h3, gevolgd door mat op. H8, want we hebben die H-lijn in bezit. En daarom speelt zwart ook de zet D4. In principe een logische zet om die toren naar D3 te voorkomen. Maar nu heeft wit weer een geweldige zet. Ik ben benieuwd of jullie die gaan zien. Denk gerust even na over hoe wit hier de partij wint. Nou, um, zoals ik al zei, hier zit een zwakke plek. Hier zit de zwakke plek. En we hebben eigenlijk drie goede stukken die al klaarstaan voor de winst. Maar nu nog afmaken. En het afmaken, die zit in de zet Toren E6. En de zet is sowieso gewoon heel cool, want je zit een Toren op een plek neer waar die geslagen kan worden. Het idee is heel simpel: je verdreigt het paard te slaan plus mat. Dus we hebben een hele simpele dreiging. Um, maar je moet wel goed gerekend hebben. En als je, het niet helemaal, als je deze zet nu pas ziet en je had hem niet van tevoren gezien. Dan moet je nu gaan rekenen wat er gebeurt na F keer E6. Als je dit wel had gezien, dan had je vooruit moeten rekenen dat na F keer E6 je een geforceerd mat in 6 hebt. Nou, belangrijk. Laten we eens even kijken naar die geforceerde mat. Stel je voor dat zwarte mat geslagen. Dan slaan we met de dame op G6. En dan gaan we eerst weer even terug. En dit is, dit is eigenlijk dat idee heel vaak: dat je even een pionnetje slaat en je gaat weer een beetje heen en weer met die dame, totdat die koning op de plek staat waar je hem wil hebben. Loper h7, koning h8. En hier is de tricky variant die je had moeten spotten. Want normaal is het gewoon terugtrekken, bijvoorbeeld een je dame naar voren. Dat is het hier niet. Maar de zet is hier loper naar f5. En nu staat die pion daar ongedekt. Koning g8, lopen maal e6, schaak. Toren ertussen en mat. Geweldig mooi mat. Met dus het hele idee achter toren keer e6. En omdat het geforceerd is, um, ja, zwart kan niks anders als hij wordt geslagen. Dus slaan op e6 kan niet. Maar ja. Wat dan wel, want je dreigt hier te slaan op f6. En eigenlijk is dus ook de stelling hier verloren voor zwart. Zwart speelde nog de zet toren naar e8. En wit, ja, je moet hier gewoon geforceerd blijven spelen. Want het idee van toren f6, dat is er nu een beetje uitgehaald. Want we hebben geen mat meer. Het zou jammer zijn als je die gedaan had. Um, maar wat heb je wel? Je hebt onder andere de zet loper mal g6. En de zwarte speler gaf hem hier ook op. Want het probleem is dat na slaan je weer dat idee van dame en loper en paard mat hebt. Um, maar ja, je hebt eigenlijk niks anders. Toren naar e7, die blokkeert hier de vluchtroute van de koning. Dus we hebben bijvoorbeeld um, loper h7 schaak en um, dame man al f6 als idee. Of we kunnen vast ook wel achter die, die koning aanjagen hier met deze mat op een rij. Um, we hebben, ja, dame D7 is ook geen oplossing. Maar dan hebben we hebben ook weer Loper H7 gevolgd door Maal H6. Dus het is allemaal, allemaal uit. En dus een hele mooie partij van wit. En ik vond hem heel thematisch, want wit krijgt heel vroeg het voordeel met die dame op H4. Ontwikkelt en pakt door middel van verschillende zetten de hele tempo's, waardoor de snelheid in zijn aanval komt. En daarmee wint hij zijn partij. Ik vond hem mooi. Ik, ik, ik laat hem graag zien aan leerlingen en dus ook bij deze aan jullie. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Tot de volgende keer.